Dames en heren, van harte welkom in de Haagse Kunstkring bij kijken naar het Binnenhof dat nu gesloten is. Het is een grote eer om vandaag de Binnenhof-expert in ons midden te hebben, Diederik Smit, historicus die daar ook gepromoveerd is en ons er alles over gaat vertellen. Ik maak van de gelegenheid gebruik om erop te wijzen dat onze beoogde slotlezing van morgenmiddag door Hasna Bayraktarevic van de Tweede Kamer niet door kan gaan wegens ziekte van de spreker. De mensen die zich hadden aangemeld hebben inmiddels al een e-mail ontvangen en we prikken in overleg met de kunstkring, met onze filmer Dennis Simonis en met Hasna een nieuwe datum. En dat zal wel na de jaarwisseling worden en haar lezing vindt dan plaats onder dezelfde noemer, kijken naar het Binnenhof. Maar voor nu geef ik het woord graag aan Diederik Smit. Goedemiddag dames en heren. Heel fijn dat ik u hier op deze koude zaterdagmiddag mag toespreken. Het is voor mij ook een hele eer om hier te staan. Dat kan ik ook wel zeggen. Ter gelegenheid van deze mooie tentoonstelling in de foto's en kunstwerken die hier aan de muur hangen. Ik woon zelf al een tijdje niet meer in Den Haag, maar kom hier nog regelmatig voor mijn werk. En iedere keer als ik langs het Binnenhof loop, dan overvalt mij toch een zekere weemoed, omdat ik er nog altijd niet aan gewend ben dat die plek voor, nou ja, hoe lang, dat weten we nog niet, maar in ieder geval voor een aantal jaren is afgesloten voor het publiek. Dus wat dat betreft ook heel fijn dat de kunstkring de herinnering aan het Binnenhof, of het beeld van het Binnenhof in ieder geval, levend houdt door middel van deze tentoonstelling en lezingenreeks. Ik heb voor jullie geen lezing in de letterlijke zin van voorlezing voorbereid. Ik heb het een beetje aangepakt als ware dit een soort college, een mini-college. Een mini-college dat ik de titel heb gegeven De Onzichtbare Kamer, de Zichtbare Onzichtbare Kamer. Nu denkt u misschien van, ja, hoezo een onzichtbare kamer? Iedere dag is de Tweede Kamer toch wel te zien op het journaal of in de kranten. Aan beelden van de Kamer geen gebrek. Maar toch wil ik u betogen de komende, pak een beetje 40 minuten, dat er wel degelijk sprake is van een onzichtbare kamer. En die titel kwam eigenlijk voort uit de uitnodiging voor deze lezing, namelijk deze tentoonstelling beter gezegd, namelijk kijken naar het Binnenhof. Want Ilko stuurde mij deze flyer toe en ik keek ernaar en ik dacht, ja, kijken naar het Binnenhof. Maar wat zien we eigenlijk als we kijken naar het Binnenhof? En ik ben daar een beetje over na gaan denken en ik kwam toen uiteindelijk op drie vragen uit. Om te beginnen inderdaad van, wat zien we eigenlijk wanneer we kijken naar het Binnenhof? Vervolgens van, hoe kunnen we deze beelden nou historisch verklaren? Wat is de historische verklaring voor de beelden die wij dagelijks krijgen voorgeschoteld? En uiteindelijk de vraag, in hoeverre is het verleden nou beeldbepalend ook voor die huidige renovatie en voor de toekomst? Naast politiek historicus aan de Universiteit Leiden ben ik namelijk ook werkzaam als adviseur van de Rijksbouwmeester en zodoende nauw betrokken bij de renovatie. Dat wil zeggen, ik spreek daar iedere maand met de architecten en geef dan commentaar op de ontwerpen. Dus ook een duidelijke link naar de actualiteit. En deze drie vragen, die kunt u ook een beetje zien als de opbouw van mijn betoog. De eerste vraag zou ik in de inleiding beantwoorden. De tweede, dat is echt het hoofdbestanddeel van het verhaal dat ik u ga vertellen de komende tijd. En de laatste vraag, die wil ik meer als een soort van epiloog behandelen. Goed, dan te beginnen met vraag 1. Wat zien wij nou eigenlijk, wat zien wij eigenlijk naar wanneer wij kijken? Dat klopt natuurlijk niet. Wanneer wij kijken naar het Binnenhof? Om deze vraag te beantwoorden heb ik gebruik gemaakt van de meest geavanceerde en wetenschappelijk onderbouwde methode die er is, namelijk Google. Ik heb gewoon even een keer Binnenhof ingetikt in Google en gekeken van, wat krijg je dan? Hè? Wat voor beelden levert dat nou op? Nou, die resultaten die bevestigden eigenlijk mijn vermoedens. Namelijk
je krijgt eigenlijk voornamelijk twee typen beelden. Beelden van de Hofvijver, met het torentje, de gebouwen van de Eerste Kamer en Algemene Zaken en de Ridderzaal. Eigenlijk deze twee beelden, dat zijn toch de dominante beeldmerken van het Binnenhof. Je ziet het ook wel deels hier terug, maar ik kon hier nou honderden afbeeldingen naar beneden scrollen en het waren steeds min of meer dezelfde beelden. Enigszins is het logisch, het zijn natuurlijk hele esthetisch aantrekkelijke beelden. Maar wat ook opvalt is dat eigenlijk de gebouwen van de Tweede Kamer hier niet tussen staan. De Tweede Kamer toch het belangrijkste orgaan in ons staatsbestel. Het kloppende hart van de democratie. Als je één plek zou moeten aanwijzen waar het hart van de democratie klopt, dan is dat in de Tweede Kamer. En die Tweede Kamer valt eigenlijk in deze beelden een beetje buiten het zicht. Dus vandaar ook die onzichtbare kamer. En je kan natuurlijk zeggen dat heeft alles met esthetiek te maken, maar dan werpt zich er weer de vraag op van waarom zitten nou alle andere bewoners op het Binnenhof, Algemene Zaken, Eerste Kamer, de Koning in de Ridderzaal, waarom hebben die de mooie plekken en waarom zit de Tweede Kamer aan de minder mooie kant, om het zo maar te noemen. Ook als je Tweede Kamer invoert in Google, dan krijg je overigens dit. Dan krijg je alleen maar afbeeldingen van het interieur. En ik denk dat dat ook heel tekenend is voor hoe wij tegen de Tweede Kamer aankijken. Dat de beelden die wij tot ons krijgen van de Tweede Kamer zijn voornamelijk beelden van de binnenkant, van het interieur. En van de plenaire zaal in het bijzonder. En dat is heel anders dan in andere Europese landen, want als je een vergelijking maakt met hoe dat bijvoorbeeld is in België, in Duitsland, in Spanje, Frankrijk, Oostenrijk, Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Hongarije of Zwitserland, dan is het vooral het parlementsgebouw, dus het gebouw van de Kamer daar, die beeldbepalend is voor de politiek. Als je bijvoorbeeld Bundestag intikt, dan krijg je nou, duizenden afbeeldingen van de Bundestag in Berlijn. En dat is bij ons toch anders. Onze gevels van het Kamergebouw die zien er zo uit. In het midden natuurlijk de oude ingang, zoals die lange tijd was. Een simpele houten deur, een deurbel, weinig franje. De nieuwe hoofdingang en het plein. Ja, toch ook een soort nondescripte ingang. Rechts de publieksingang, mooi met die omgevallen OV-fiets ernaast. Het heeft ook zijn charme, maar het is minder sprekend dan deze façades. En altijd als ik met internationale studenten een wandeling in Den Haag maak, dan moet ik ook echt wijzen van, nou kijk, dit is de hoofdingang van ons parlement. En dan zegt ze ook, oh, welk gebouw is het dan? En dan zegt ja, het is dat rechter en dat linker en dat in het midden, dat is de ingang. Goed, nou, tegenwoordig ziet het er natuurlijk zo uit. Dat is een wat meer herkenbaar gebouw met een, even zakelijke entree. Maar daar heeft Ariane Korteweg jullie twee weken geleden al van alles over verteld. Dus ja. Ik zal B67 wat buiten beschouwing laten. Maar ik denk wel dat het ook wel past eigenlijk bij het voorgaande. En de vraag is nu van, goh, waarom zijn wij tot deze situatie gekomen? Waarom heeft ons parlement geen grootse ingang? Waarom zit het weggestopt tussen alle gebouwen die het in gebruik neemt? En waarom heeft het geen krachtig beeldmerk? En zijn de beelden die tot ons komen vooral van het interieur? Daarom moeten we terug naar het verleden en kunnen we eigenlijk al beginnen, denk ik, bij de oude Staten-Generaal, zoals die in de Republiek bestonden. Dat was weliswaar een heel andere institutie dan de huidige Staten-Generaal. Het was meer een bestuurscollege dat zich bezighield met zaken die de provincies van de Republiek niet zelf konden oplossen. Eigenlijk hoofdzakelijk buitenlands beleid en defensiebeleid. Maar niettemin kunnen we die eigenlijk wel beschouwen als de voorlopers van onze huidige Staten-Generaal. Al was het maar omdat zij het enige vertegenwoordigende lichaam op nationaal niveau waren. En omdat de huidige Tweede en Eerste Kamer toch altijd deze oude Staten-Generaal als voorlopers beschouwd hebben.
En deze Staten-Generaal die waren gevestigd eigenlijk in die gebouwen daar waar nu de Trevenzaal zit. Dus naast het torentje. Hier ziet u het nog wat beter. Tegenwoordig is dit natuurlijk één geheel wat in gebruik is bij het, bij het ministerie van Algemene Zaken. Maar in de late 16e, 17e eeuw, op het moment dat die Staten-Generaal zich daar vestigen, is het eigenlijk een aaneenschakeling van kleine gebouwtjes uit verschillende perioden, uit de late middeleeuwen, uit de 16e eeuw. Echt een allegaartje aan kamertjes en gangetjes. Het was wel een plek met een zeker prestige. Dit was de plek waar de graven van Holland oorspronkelijk hun woonvertrekken hadden en waar later ook hun opvolgers, de Bourgondische hertogen en later de Habsburgse landheren, hun onderkomen hadden. Dus het was een plek met prestige waar de soeverein vertoefde wanneer hij in Den Haag verbleef. Dat betekende niet dat het nou ook heel luxe was of zo. De graven van Holland die verbleven zeker in de 15e eeuw nog wel vaak in Den Haag, maar ook niet altijd. De Bourgondische landsheren en de Habsburgers in de 16e eeuw die verbleven eigenlijk zelden in Den Haag, hoogstens een paar dagen. En dan was dit toch meer een soort van buitenhuisje of ja, je zou het kunnen beschouwen als een soort volkstuintje wat ze hadden. Ik bedoel, het plein was natuurlijk de grafelijke moestuin, dus dit was echt een soort een plek waar ze af en toe verbleven, maar het was niet hun vaste verblijfplaats. En je ziet ook wel, als je Den Haag vergelijkt met het paleis in Brussel, dat is toch van een heel andere orde. Het was gewoon in Den Haag heel bescheiden in Brussel hadden ze echt een groot paleis tot hun beschikking. Toen zat de macht ook al eigenlijk in Brussel. Kenmerkend is denk ik ook dat er van die oude Staten-Generaal nauwelijks afbeeldingen zijn. Tenminste niet van vergaderingen in hun eigen vaste statenzaal. Er bestaat wel een prent van de Staten-Generaal die vergadert in de Trevenzaal. Er bestaat ook een bekend schilderij van de grote vergadering in de Ridderzaal. Maar dat waren incidentele vergaderingen. Over het algemeen vergaderde die Staten-Generaal in een redelijk bescheiden ruimte. Dat is de ruimte die nu naast de Trevenzaal ligt, waar de ministerraad iedere week luncht. En zoals je ziet, het stelde heel weinig voor. Het was eigenlijk een één vergadertafel. Wel al met de kenmerkende groene bekleding, die ook later altijd de Staten-Generaal zou kenmerken. Wat schilderijen aan de muur van de Bataafse opstand. Rechts ziet u nog een document hier. Dat is mogelijk de Unie van Utrecht. Maar het was eigenlijk een hele bescheiden vergaderzaal, niks vergeleken met hoe dat tegenwoordig is. En je ziet ook, die Staten-Generaal waren een bestuurscollege. Het was een klein groepje mannen, afkomstig uit alle delen van de Republiek, die hier over het buitenlands beleid met name spraken. En dit schilderij is, zover ik weet, het enige schilderij van de Staten-Generaal in actie. En dit hangt overigens in Venetië. En de voorstelling is ook het ontvangst van de ambassadeur van Venetië, die hier rechts het beeld binnenkomt. De hoogleraar Ivo Schuffer, de emeritus, of inmiddels oud-hoogleraar in Leiden, die heeft het die vertrekken van de Staten-Generaal overigens ook wel eens omschreven als een onaantrekkelijk gelegen vertrekken in een weinig ogelijke hoek opzij van de Ridderzaal, te klein voor grote vergaderingen en ook toen al zonder waardige ingang. En dat de Staten-Generaal eigenlijk zo'n betrekkelijk bescheiden werkomgeving hadden, dat had alles te maken natuurlijk met die bescheiden functie die ze in die Republiek ook vervulden. Ik zei al, ze waren wel het belangrijkste, of eigenlijk het enige vertegenwoordigende lichaam op nationaal niveau, maar hun takenpakket was eigenlijk zeer bescheiden. Daar kwam nog bij dat het Binnenhof natuurlijk eigenlijk
het bestuurscentrum van Holland was, dus van de provincie Holland. En dat ziet u ook natuurlijk aan die Hollandse leeuw die overal op de poorten van het Binnenhof te vinden is. De Staten-Generaal waren dus eigenlijk te gast bij de Staten van Holland. En je ziet ook dat die Staten van Holland eigenlijk een veel betere vergaderzaal hadden. Dit is natuurlijk de zaal die nu in gebruik is, of nou ja, nu even niet, maar normaal in gebruik is als vergaderzaal van de Eerste Kamer. Dat was de grote vergaderzaal van de Staten van Holland. En dat is toch een heel ander verhaal dan die zaal die we net zagen, waar de Staten-Generaal hun onderkomen hadden. En wat je ook ziet is dat eigenlijk gedurende de 17e en 18e eeuw die Staten van Holland heel erg bezig zijn om hun vertrekken mooier en groter te maken. Nou, daar is dit een goed voorbeeld van. Maar dat doen ze vooral in concurrentie met de stadhouder van Holland, natuurlijk de andere vertegenwoordiger van Holland op het Binnenhof, die ook voortdurend aan het bouwen is. En om te beginnen met de Mauritstoren, het stadhouderlijk kwartier. Later het nieuwe stadhouderlijk kwartier, dus met de balzaal waar de Tweede Kamer later in zou komen. En ook de Trèvezaal die wel terecht gebouwd werd in het kwartier van de Staten-Generaal, maar eigenlijk op instigatie van de stadhouder. En die hele Trèvezaal stond ook in het teken van de stadhouder. Je ziet daar alle stadhouders portretten ook hangen aan de muren. Nou, die hangen er nu nog altijd. En de Staten-Generaal mochten die dus die zaal ook alleen maar gebruiken wanneer er buitenlandse gasten waren. Normaal zaten ze in dat kleine zaaltje wat u net zag. Men hoefde dus in die 17e of 18e eeuw ook alleen maar een rondgang te maken over het Binnenhof. En men zag hoe die machtsverhoudingen destijds lagen. Dus de grote, mooie vertrekken waren in gebruik bij de Staten van Holland en bij de stadhouder. En daarna volgde pas de vertrekken van de generaliteit. Of de generaliteit die stond echt op een lager niveau dan de provincies. En de oude ridderzaal natuurlijk het beeldmerk van die grafelijke macht, die had helemaal geen politieke functie meer. Die was in gebruik, zoals u ongetwijfeld weet, als loterijzaal en als boekenmarkt. Dus dat was meer een plek van vertier zonder politieke functie. Nou, hoezeer die bestuurscultuur bestuurstructuur van de Republiek eigenlijk in steen leesbaar was, dat werd nog duidelijker als je het Buitenhof uitliep. Bijvoorbeeld op het plein met de logementen van Amsterdam en Rotterdam, met het Mauritshuis, het Huygenshuis, wat op de plek stond van het oude ministerie van Justitie, nu thans Kamergebouw. Daar vond je de werkelijke stadspaleizen. Dus de werkelijke stadspaleizen in Den Haag, die behoorden de regenten toe, die behoorden de steden toe. Die stonden nog net in iets hoger aanzien dan de provincies en veel hoger dan die Staten-Generaal die in dat kleine oude zaaltje zaten. Nou, en ging men inderdaad naar de steden, de echte burgerpaleizen in die republiek, dat waren natuurlijk de stadhuizen. Zoals hier het stadhuis in Amsterdam. Dat had werkelijk paleisachtige proporties. Daar vielen die vertrekken van de Staten-Generaal helemaal bij in het niet. En je ziet dus ook op het moment dat Napoleon hier Den Haag binnenkomt en op het Binnenhof komt, dat hij zegt van ja, wat moet ik hier met deze oude zooi? Ik wil een echt paleis, ik ga naar Amsterdam. Goed, aan die decentrale bestuurscultuur van die republiek komt een vrij abrupt einde in 1795, wanneer de Bataafse omwenteling plaatsvindt. Dan worden al die instellingen van de republiek opgeheven en wordt het land ook een eenheidsstaat en krijgt het een modern parlement, de Nationale Vergadering. En dit orgaan wil zich ook presenteren als echt een nationale vergadering. Wil radicaal breken met die bescheiden traditie van de Staten-Generaal en neemt daarom ook intrek in wat op dat moment de grootste zaal op het Binnenhof is, namelijk de balzaal die de laatste stadhouder enkele jaren daarvoor heeft laten bouwen.
En wat later de zaal van de Tweede Kamer zal worden. En je ziet hier al van, nou, dit is hoe wij ons ook tegenwoordig een parlement voorstellen. Hè? Mensen zitten niet meer samen rond de tafel gezellig te keuvelen, maar echt in een debating opzet met een voorzitter, met publiek op de tribunes, publiek daarboven. En echt een levendige bedoeling en echt een massa die wat voorstelt. Deze vergadering blijft 2 jaar bestaan. Vervolgens wordt er een coup gepleegd, nemen de Fransen uiteindelijk de macht over en komt er eigenlijk een einde aan dit vroege democratische experiment. We zitten dan enkele jaren onder Frans bewind. U kent het verhaal. En in 1813 komen de Oranjes weer terug. De landing op Scheveningen. Een aantal jaar geleden nog nagespeeld hier in de stad. En deze Oranje restauratie van 1813 die vindt plaats onder de noemer vergeten en vergeven. Dus we vergeten die hele revolutietijd. Die wissen we als het ware uit. En de oude tijden keren weer om. Dus men doet alsof men eigenlijk weer teruggaat naar die tijd van de oude republiek. En op een aantal punten wordt dat, hoewel de eenheid staat in stand blijft en het koninkrijk eigenlijk op dat moment geboren wordt, neemt men die restauratie op een aantal punten heel letterlijk. En één daarvan is eigenlijk de terugkeer naar het generaliteitskwartier. Want men zegt van, we hebben dat experiment met die nationale vergadering gehad. We gaan terug eigenlijk naar die tijd van die oude Staten-Generaal. We gaan terug naar die oude zaaltjes daar. En we gaan daar onze volksvertegenwoordiging voortzetten. En wat u hier ziet is dus ook een plattegrond uit 1814. Die voorstelt hoe de Staten-Generaal Nieuwe Stijl in 1814 vergaderde in de Trèveszaal. Dus zij maakten weer de oversteek van die zaal van de balzaal van Willem V naar de overkant, naar de Hofvijverzijde, en gingen eigenlijk zitten op de plek waar die oude Staten-Generaal ook zaten. Dat wil zeggen één deur verder in de Trèveszaal. En je ziet ook dat ze die oude debating, of die debatingopstelling die revolutionairen hadden gekozen, die laatste, daar nemen ze afscheid van. En men gaat weer netjes in een soort van dineropstelling, is het bijna, alsof men aan een staatsbanket zit, neemt men plaats in die Trèveszaal. Om maar inderdaad die indruk te wekken van, nou ja, we gaan weer terug naar hoe het was. Lang heeft het niet geduurd, want in 1815 worden de zuidelijke Nederlanden, het latere België, wordt bij Nederland gevoegd. En dan, dat levert 2 problemen op. Ten eerste dat er veel meer Kamerleden bijkomen. Dus het aantal leden wat u hier ziet, dat verdubbelt ongeveer, waardoor het niet meer in de Trèveszaal past. En die Belgen eisen dat er ook publiek, dat de vergaderingen publiek toegankelijk moeten zijn. Nou, dat werkte ook niet in de Trèveszaal. Dus dan keert eigenlijk die Tweede Kamer schoorvoetend terug naar de plek waar eerder die nationale vergadering had gezeten, de balzaal van Willem V. Maar anders dan in 1795, toen die revolutionairen zeiden van, nou, wij gaan een revolutionaire daad stellen, we gaan breken met het verleden en we gaan hier zitten, was dit dus duidelijk echt geen ideologisch gemotiveerde keuze. Men deed het eigenlijk louter om praktische redenen. En eigenlijk ook vanaf het begin is al heel veel geklaag over deze ruimte. Men vindt het te koud, men vindt de akoestiek niet goed. Het was natuurlijk een balzaal, dus het was gebouwd van dat, met het idee dat het geluid van boven, van de balkonnetjes waar men waar men muziek speelde, dat het geluid van boven naar beneden zou gaan in plaats van beneden naar boven. Dus akoestiek was erg slecht. Het was koud. Men zat daar eigenlijk niet voor zijn plezier. Maar goed, het was de enige ruimte waarin die Tweede Kamer terecht kon. Ook omdat de Staten van Holland nog steeds in hun oude zaal zaten. In die zaal dus wat nu de zaal van de Eerste Kamer is.
De Tweede Kamer kreeg overigens ook alleen deze zaal tot zijn beschikking. Ja, en wat zaaltjes aan de zijkant voor de voorzitter. Maar verder moesten ze het gebouw delen met onder andere het staatssecretariaat. Dat is eigenlijk het voorloper van het ministerie van Algemene Zaken. Zo kun je dat zien. Ook de Raad van State, een aantal ministeries. Dus je kon ook nog niet echt spreken van een kamergebouw. Het was meer een kameretage of dat nog niet eens. Het was eigenlijk alleen deze zaal met wat kamertjes ernaast. En ook uit deze periode is weer heel typisch eigenlijk. Er zijn helemaal geen afbeeldingen van de Tweede Kamer in actie in deze zaal. Eigenlijk de eerste afbeeldingen die weer opduiken van de Tweede Kamer in actie, die dateren pas uit de jaren 1860. Mag ik wat vragen? Ja. Want is er ooit sprake van geweest dat het weer als in gebruik zou worden genomen als paleis? Want de laatste stadhouder had het verlaten en toen was het paleis, het was ook nog een balzaal. Dus toen zijn zoon terugkwam als Willem de Eerste, is daar dan sprake van geweest dat hij niet daar weer terug zou komen in het stadhouder? Ja, ja. Nee, dat is een interessante. Dat is een interessante kwestie. Ik kan daar heel kort antwoord op geven. Willem I die wilde inderdaad veel letterlijker nog restaureren. In die zin dat hij terug wilde naar zijn oude paleis. En hij wilde ook het paleis op de Dam weer teruggeven aan de stad Amsterdam. Daar hebben eigenlijk de Engelsen een stokje voor gestoken. Want die hebben gezegd van, wek je een beetje te veel de indruk dat je weer stadhouder bent. En dat ben je nu niet meer. Je bent namelijk koning. Dus probeer toch maar een beetje die breuk ook zichtbaar te maken. Dus het is wel overwogen, maar het is om strategische redenen heeft men daar uiteindelijk niet voor gekozen. En voornamelijk onder Engelse druk. Die vonden dat geen goed idee. Hier ziet u weer de Trevenzaal. Die kwam vanaf 1815 in gebruik bij de Eerste Kamer. Dus de Tweede Kamer ging eruit. De Eerste Kamer is in 1815 opgericht. Ook als als wens van de Belgen. De Belgen wilden graag een Eerste Kamer. En die zijn vervolgens eigenlijk in die Trevenzaal gaan zitten. En ook met het idee van nou, wij als Eerste Kamer zijn eigenlijk de ware opvolgers van de Staten-Generaal. Ik denk ook eigenlijk dat daar de naam Eerste Kamer vandaan komt. Dat is altijd heel ingewikkeld. In bijna alle landen is de Eerste Kamer de volksvertegenwoordiging en de Tweede Kamer de Senaat. In Nederland is het net omgekeerd. En ik denk deels dat het daarmee te maken heeft dat die Eerste Kamer zich toch beschouwde als de echte opvolgers van de Staten-Generaal. En dus ook op die plek zijn gaan zitten. Goed. Ik kom weer terug bij deze afbeelding. De Tweede Kamer blijft namelijk ruim een halve eeuw rustig in die balzaal zitten. Zoals ik al zei, vergaderingen waren openbaar, maar daar kwam echt niemand op af. Er zat altijd één journalist die netjes aantekeningen maakte, maar daar bleef het ook bij. Geen enkele afbeelding ook uit die periode. De Eerste Kamer vergaderde helemaal achter gesloten deuren, dus daar is helemaal, afgezien van de afbeelding die ik net toonde, weinig beeldmateriaal van overgebleven. Maar hier komt verandering in het midden van de 19e eeuw, 1848, dan waart het spook van revolutie, waart door Europa. En je ziet dat op dat moment allemaal autoritaire regimes omvallen en plaats moeten maken voor meer liberaal gezinde regeringen. Overal worden liberale grondwetten ingevoerd en zo ook in Nederland, waar natuurlijk Willem II, zoals de geschiedenisboekjes het schrijven, in één nacht van conservatief-liberaal werden en akkoord gaat met een radicale grondwetsherziening geschreven door Thorbecke. Deze grondwetsherziening van 1848 plaatste eigenlijk voor het eerst, met uitzondering van die 2 jaar met die nationale vergadering, voor het eerst de Tweede Kamer of het parlement in het midden van het politieke bestel. Het parlement is eigenlijk sinds 1848 het belangrijkste orgaan wat wij in het Nederlands staatsbestel hebben. En in andere landen zie je ook dat er soortgelijke ontwikkelingen plaatsvinden. Dat het eigenlijk overal leidt tot de wens om ook een paleis te bouwen wat die nieuwe status van het parlement representeert. En al deze
voorbeelden die ik hier toon, die stammen ook, die ontwerpen, die stammen ongeveer uit het midden van de 19e eeuw. En je ziet ook overal kiezen ze een beetje voor dezelfde beeldtaal, dus inderdaad zuilen, timpanen, mooie beelden. Echt een krachtig beeldmerk. Wel nu, Thorbecke had eigenlijk deze wens ook. Die zegt ook van laten wij nou in steen tot uitdrukking brengen wat die nieuwe positie van het parlement is. Hè. Laten we die een waardig onderkomen geven, zodat we laten zien van nou dit is de plek waar het om gaat in Nederland. Dit is het hart van ons staatsbestel. En hij vindt daar een aanleiding toe in 1863. Dan bestaat het Koninkrijk der Nederlanden 50 jaar en dat wordt groots gevierd. En hij zegt van laten wij dit moment aangrijpen om tot een nieuw ontwerp voor dat kamergebouw te komen. Om een paleis op te richten voor de Staten-Generaal. Nou, dat levert eerst wat bescheiden ontwerpjes op, zoals dit. Dat zou gebouwd worden op het Buitenhof. En je ziet, herkent hier ook wel een beetje die beeldtaal in die je in andere landen ziet. Dus inderdaad met timpanen en hier wat minder geprononceerde zuilen, maar wel een duidelijk klassicistisch geïnspireerd ontwerp. Hier een ander ontwerp van Rijksbouwmeester Rozen. Maar al snel nemen deze ontwerpen ook een grotere vorm aan. En er wordt ook een commissie van architecten op pad gestuurd om overal in Europa te kijken bij die verschillende bouwprojecten en daar inspiratie op te doen. En dat levert al vrij grote ontwerpen op. Dit is een ontwerp van de architect Vogel. Bekend onder andere van het ontwerp van de Koninklijke Stallen hier in Den Haag. En dat iets wat vreemde monument voor Karl Bernhard van Saxe-Weimar op het Lange Voorhout. En hij stelt bijvoorbeeld voor een paleis voor de Staten-Generaal langs de Hofvijverzijde. Je ziet daar links nog net het Mauritshuis. Met een brug over de Hofvijver naar de Vijverberg. Het is echt een paleis voor Eerste en Tweede Kamer op de meest fotogenieke plek die Den Haag heeft. Dit wint het niet. Wat uiteindelijk wel wordt aangekocht door het kabinet Thorbecke is dit ontwerp van de Duitse architecten Emil en Ludwig Lange uit München. En die hebben eigenlijk een vergelijkbaar ontwerp, dus langs de Hofvijverzijde een enorm paleis. U ziet daar inderdaad links het Mauritshuis en het torentje dat mocht er blijven staan. En dan ziet u ook van wat voor proporties dit ontwerp had. Mocht u 2 jaar geleden bij de tentoonstelling Ongebouwd Den Haag zijn geweest in het Haagse Historisch Museum, dan heeft u deze misschien gezien. Waar een aantal van deze prachtige ontwerpen werden daar getoond. Heel lang is dit kwijt geweest, maar het is in de jaren 80 is dit ontwerp weer opgedoken ergens in Duitsland en geschonken aan het Nationaal Archief. Deel van de andere ontwerpen ligt nog in Duitsland. Hier ziet u het aanzicht vanaf het Buitenhof. Dus wat u hier in het midden ziet, daar staat tegenwoordig nog de Mauritstoren. Rechts ziet u de Ridderzaal. Dus dit betekende eigenlijk ook een totale sloop van alle bestaande bouwen langs de Hofvijver. Rechtsboven ziet u inderdaad hoe dat nieuwe paleis dan zich zou verhouden tot de bestaande bouw. Linksonder ziet u de plattegrond met aan de linkerkant de vergaderzaal van de Eerste Kamer en rechts van de Tweede Kamer. En nu ziet u ook dat het helemaal een rijk decoratieprogramma had met fresco's en beeldhouwwerk, et cetera. Nou, dit ontwerp is natuurlijk nooit verder gekomen dan de tekentafel. Het zijn luchtkastelen gebleven. En vaak wordt aangehaald van ja, men vond het vast te duur en men vond het te groots. Maar dat was niet het geval. Het budget was er gewoon. De regering wilde het ook graag. Die wilde laten zien hoe het parlement. Die wilde echt een paleis oprichten voor het parlement. Wat uiteindelijk de zaak heeft tegengehouden, was vooral dat er
in de Kamer zelf veel bezwaren waren. En dat waren vooral bezwaren van ideologische aard. Men zei namelijk van, ja, moeten we nou onszelf een paleiscadeau gaan doen? Is dat niet raar? Het is ook nog de viering 50 jaar Koninkrijk. Dit is toch eigenlijk, als we een paleiscadeau zouden doen, dan zouden we het aan de koning cadeau moeten doen. En plaatsen we onszelf eigenlijk hier niet boven de koning. En ja, de koning regeert toch bij de gratie gods, dus plaatsen we ons hierbij eigenlijk niet boven God. Dat waren een beetje de argumenten die men destijds had. Men vond het gewoon ongepast om zichzelf zoiets cadeau te doen, zeker ten opzichte van de koning. Men vond niet dat het volk een groter paleis kon hebben dan de koning. Dus deze ontwerpen die verdwenen in de la, en men bleef eigenlijk gebruik maken van die oude balzaal. Hier ziet u een schoolprent van hoe het in de tweede helft van de 19e eeuw, of, nou ja, misschien omstreeks 1900, hoe het eraan toe ging. Natuurlijk de troon midden in de zaal als beeldmerk. En nou ja, de kenmerkende groene bankjes. Maar nog altijd was het niet veel meer dan dit. Om u een idee te geven van hoe de Tweede Kamer, hoeveel ruimte ze hadden. In de rooksalon, u wel bekend neem ik aan, hier direct naast. Daar vergaderde de Raad van State. Dat was de vergaderzaal van de Raad van State tot 1920. Dus de Raad van State en de Tweede Kamer, die werden echt door één muurtje gescheiden. En tot de jaren 20 eigenlijk nou ja, moest de Kamer het hiermee doen. Met deze zaal en nog enkele kamertjes voor de voorzitter en de stenograaf, et cetera. Dus nog altijd erg bescheiden. Voor de Eerste Kamer geldt dat zij in deze periode moeten verhuizen naar de zaal van waar ze nu nog steeds zitten. Dus de zaal van wat nu nog steeds de Eerste Kamerzaal is. Dus de zaal van de Staten van Holland en West-Friesland. Maar ook zij kregen deze zaal niet voor zichzelf. Zij moesten dit delen met de Provinciale Staten van Zuid-Holland. En dat zou zelfs nog blijven tot in de jaren 70 van de 20e eeuw. Dus zowel voor de Eerste Kamer als voor de Tweede Kamer gold eigenlijk dat zij nou, echt een beperkte ruimte op het Binnenhof tot hun beschikking hadden. Goed. Toch ontstaat daar vrevel over, en met name aan het begin van de 20e eeuw. In 1918 wordt het algemeen kiesrecht ingevoerd in Nederland, pacificatie. Twee jaar later mogen ook vrouwen stemmen. En veel Kamerleden, maar ook opiniemakers, die zeggen van, ja, goh, we zijn nu toch echt een democratie. We hebben algemeen kiesrecht. Nu is toch wel duidelijk dat niet de koning de baas is, maar dat het volk uiteindelijk regeert. We zijn een democratisch land. Moeten we dan toch niet proberen om de Staten-Generaal een waardig onderkomen te hebben? En één Kamerlid verwijst dan ook naar het buitenland. Die zegt, goh, alle landen in Europa hebben inmiddels een waardig, mooi gebouw tot hun beschikking. Maar wij zitten nog steeds op die eerste verdieping daar in het oude stadhoudelijke kwartier. Met de Raad van State naast ons kan dat niet anders. We hebben ook meer ruimte nodig. Onze ambtelijke organisatie groeit. Kunnen we niet een nieuw gebouw krijgen? Nou, daar wordt wederom geld beschikbaar voor gesteld. Men koopt een heel aantal huizen op de plek die nu de Hofplaats is. En men schrijft opnieuw een prijsvraag uit om een nieuw kamergebouw te ontwerpen. Nou, dit levert weer de meest fantastische ontwerpen op. U ziet hier het ontwerp van Gijsbert de Friedhof. Dit is gezien vanaf het Spui, dus richting de Hofplaats. En hij had in gedachten dat daar een groot kamergebouw zou verrijzen met een halfronde opstelling, vandaar ook de halfronde gevel, met een torentje wat duidelijk zou maken, dit is de plek waar de macht zetelt.
Nou, een nog meer futuristisch ontwerp kwam van de architect Kees Bremer, later Rijksbouwmeester, die ook verantwoordelijk zou zijn voor het gebouwtje van de Hoge Raad, wat later aan het plein zou verrijzen en helaas in de jaren 80 gesloopt is. Hij had ongeveer een soort wolkenkrabber in gedachten die zo afkomstig had kunnen zijn uit een Fritz Lang film. Heel futuristisch. Inderdaad op dezelfde plek ook. Dit is wederom vanaf het spui gezien. En ik heb hier nog een afbeelding die is volgens mij uniek en niet digitaal. Daar ziet u dus hoe dat eruit had gezien vanaf de Hofvijver. Dus dan ziet u ook echt de kamer verrijzen boven de oude gebouwen langs de Hofvijverzijde. Er sprak men in de jaren 60 van de 50 van de 19e eeuw over paleizen voor de Staten-Generaal. Hier ging het eigenlijk bijna om kathedralen. Als je ziet wat voor omvang en wat voor fantastische grootse interieurs deze architecten ook voor ogen hadden. Dit zou de ontvangstzaal zijn, de entree van het Tweede Kamergebouw. Hier ziet u het ontwerp van Berlage, die natuurlijk net ook zijn doorbraak had gemaakt langs de Hofvijver. En ook hij had echt een grootse vergaderzaal in gedachten, een beetje vergelijkbaar met hoe het de vergaderzaal van het parlement in België eruit ziet. Dus met zo'n zuilengalerijen rondom waar het publiek dan kon plaatsnemen. Met grote fresco's, mooi licht, hoge plafonds. Ten slotte nog een ontwerp van Dirk Rosenburg, de man die later ook bijvoorbeeld het KLM-gebouw, het huidige ministerie van VWS hier in Den Haag zou ontwerpen. Ook hij had een iets bescheidener, maar nog altijd een groots gebouw met inderdaad die kenmerkende toren weer van hier zetelt de macht, dit is het kloppend hart van onze democratie. Dit was wat er uiteindelijk voor in de plaats zou komen. En dat had wederom te maken met dat de Kamer eigenlijk deze ontwerpen zag en er zelf niet aan wilde. Ze zeiden van, we hebben wel het budget, maar is het niet een beetje on-Nederlands wat we hier laten zien? Deze grootse bouw, dit past toch eigenlijk niet? Dit verstoort ook het beeld op het Binnenhof. Moeten we het niet wat bescheidener aandoen? Hè? Moeten we niet streven naar wat kleinschalige, bescheiden bouw? Bouw die meer aansluit bij de bestaande vroegmoderne architectuur die er al is. En dat is ook wat er uiteindelijk tot stand komt met de eerste uitbreiding in 150 jaar. Dat is namelijk deze korte Horstvleugel, gebouwd omstreeks 1960. En die is inderdaad voldoet geheel aan die criteria. Bescheiden, onopvallend, geheel in stijl met wat er eigenlijk al staat. Als men het niet beter zou weten, zou men denken dat dit ook uit de 17e eeuw stamt. En zo gaat eigenlijk die Kamer in de jaren daarna ook verder. Hè? De Kamer breidt in deze periode heel snel uit, de Kamerorganisatie. Maar men kiest ervoor om eigenlijk bestaande bouw in gebruik te nemen en zo weinig mogelijk nieuwbouw tot stand te brengen. Dus men verhuist naar het oude ministerie van maatschappelijk werk aan het Binnenhof. Dat wordt in gebruik genomen. Het gerechtsgebouw wat er staat wordt in gebruik genomen. En zo dijt die kamer eigenlijk uit als een soort koekoeksjong. Neemt het steeds meer ruimte op het Binnenhof in beslag, maar op een hele bescheiden, eigenlijk onopvallende manier. Je ziet het niet aan de gevels dat de kamer eigenlijk steeds groter wordt. Totdat dit ook begint te wringen in de jaren 70, wordt er opnieuw een prijsvraag uitgeschreven. En weer krijg je daar eigenlijk die dynamiek die we ook in de midden van de 19e eeuw en in de jaren 20 van de 20e eeuw hebben gezien. Dit nog even inderdaad het bekende beeld van hoe de Kamer, voor de meeste van ons nog zit ook een bekend beeld natuurlijk. Met de groene bankjes, met de groene gordijnen, stenografen in het midden. Dat zijn eigenlijk de beeldmerken van de Tweede Kamer voor die
voor het midden van de 20e eeuw. Hè. Dus wederom niet die gevels. Ja, misschien inderdaad nog de gevel, inderdaad, zoals die daar mooi hangt op de foto van Hans Kouwenhoven van het oude stadhoudelijke kwartier. Maar vooral deze, het interieur in die oude balzaal. Goed, ik zei al in 1970 wederom een prijsvraag, levert wederom allemaal fantastische, grootse ontwerpen op. Ik heb links het ontwerp van Rem Koolhaas, wat geen officiële inzending was, maar die wel goed laat zien hoe men dacht die kamer uit te breiden. Wederom met zeer ingrijpende nieuwbouw, een groot kantoorpand van 12 verdiepingen of zo, wat dan in het midden in dat historische binnenhof gebouwd zou worden. Nou ja, ik denk dat we achteraf misschien wel blij kunnen zijn dat dat niet gebeurd is. Maar ook daar gold weer dat men zei van dit is veel te groot, dit is on-Nederlands, dit is te duur, dit doen we niet. We kiezen uiteindelijk na veel vijven en zessen voor een compromis van Piet de Bruin, waar inderdaad de nieuwbouw zoveel mogelijk verscholen wordt ingebouwd tussen de bestaande bouw. Dus het hotel en de ministeries blijven bestaan en die verbinden we eigenlijk door middel van nieuwbouw aan elkaar. Nou, dat is u allen wel bekend natuurlijk. En ja, als we het hebben over de meest recente beeldmerken van de Kamer, ik zei het al, dan wordt dat ook bepaald door het interieur, dus door de plenaire zaal, de roltrappen, misschien door de patatbalie. Dat zijn de beelden die we tot ons krijgen, niet de gevels. Goed, om nu tot de conclusie te komen, dan kan ik zeggen van nou, die huisvesting van de Tweede Kamer in de afgelopen twee eeuwen, dus sinds het ontstaan van de eigenlijke Tweede Kamer in 1815, zijn eigenlijk door drie dingen bepaald. Ten eerste die herinnering aan die oude Staten-Generaal. Zeker in die eerste jaren wilde men heel graag die oude Staten-Generaal imiteren en koos daarom voor een soort bescheiden onderkomen die nog herinnerde aan die tijd dat de Staten-Generaal nog niet zoveel te vertellen hadden. Daarnaast wilde men zich graag bescheiden opstellen ten opzichte van andere machten op het Binnenhof. Dus zeker niet laten zien wij zijn belangrijker dan de anderen en in het bijzonder de koning. Men wilde zich toch ook om die reden bescheiden opstellen. En later, met name in de jaren 20 en daarna, zie je dat men eigenlijk die bescheidenheid omarmt als een soort van onderdeel van de nationale identiteit. Men zegt van ja, het is Nederlands om lekker bescheiden te doen, om niet groots uit te pakken. Dat past bij onze architectuur, een simpele burgerlijke architectuur. En ik denk dat die drie zaken eigenlijk heel, heel bepalend zijn geweest en dus ook de reden zijn dat wij niet zo'n, niet van die grootste gevels hebben als in ongeveer ieder ander land in Europa. Enerzijds is dat natuurlijk heel mooi en ik zelf loop er ook altijd mee te koop van god, bij ons komt de premier op de fiets en het binnenhof is heel mooi open en het is allemaal heel bescheiden en wij hebben gewoon een deurbel en we hebben geen zuilen nodig. Anderzijds wekt het soms ook wel enige frustratie en dat merk ik nu ook weer met nu ik betrokken ben bij die renovatie, omdat ik daar toch wel weer die dynamiek zie die we ook bij die eerdere discussies in de jaren 20, in de jaren 70, in de jaren 50 van de 19e eeuw hebben gehad. Namelijk het voortdurende idee, met name bij de Kamerorganisatie zelf, van het mag allemaal niet groot, het mag niet mooi, het moet bescheiden blijven, het moet goedkoop blijven. En met name dat hameren op sober en doelmatig, dat is ook nu weer het toverwoord. En dat is ook nu weer hetgeen wat de renovatie frustreert. Nou, u hebt allemaal in de kranten kunnen lezen hoe het de afgelopen jaren eraan toe is gegaan, hoe architecten zijn weggestuurd, hoe zij zijn beschuldigd van megalomane plannen. Hoe nu, ruim anderhalf jaar na de sluiting, er nog steeds weinig gebeurt op het Binnenhof, omdat de plannen nog steeds niet helemaal rond zijn. Dit allemaal heeft deels ook te maken met, ten eerste dat dit natuurlijk een moeilijke, in het oog springende plek is. Grote bouwprojecten hebben altijd hun moeilijkheden. Maar dit heeft ook te maken met de manier waarop de Kamer zichzelf opstelt, denk ik.
er heerst toch ook nu weer een soort angst van het wordt allemaal te duur, het wordt te groot. We eigenen ons een te mooie ruimte toe, dat moet allemaal niet. En dat is in zekere zin zonde, omdat veel mooie projecten hierdoor zijn gesneuveld. Ik mag er helaas niet heel veel over zeggen, maar één ding kan ik wel tonen. Dat is die inmiddels beruchte tropische binnentuin waar heel veel over gezegd is. Het idee bij de architecten en ook bij de opdrachtgever en ook bij mij als lid van het kwaliteitsteam was altijd om de oude grachtstructuur die door het Binnenhof liep zichtbaar te maken door de tuinen meer met elkaar te verbinden. Dus dan zou je hier rechtsonder, ziet u wat nu eigenlijk een soort afvalplek is tegenover het Mauritshuis. Daar liep vroeger de gracht en men wilde daar een tuin maken die helemaal zou doorlopen. Ook men zou dat poortje ook openen, zodat men helemaal rondom kon lopen en uiteindelijk in de schepelhal van het nieuwe deel van de Tweede Kamer terecht zou komen. Dat het één groene gracht zou worden die ook de historische structuur van het Binnenhofcomplex duidelijker zou maken. Nou, dit is één van de plannen die helaas gesneuveld is doordat men bang was dat het een tropische tuin zou worden, et cetera. Een ander plan dat gesneuveld is, is deze mooie schilderijen of kunst. Galerij die men aan lange poten wilde creëren, dat vond men ook allemaal te veel franje en te veel poespas. Terwijl dat heel mooi eigenlijk een beetje die doodse gevel daar aan de lange poten tot leven had kunnen wekken. Had ook te maken met, dus dat heb ik van nabij gehoord, dat het ook ging om de opdrachtgever. Wie is nou in feite de opdrachtgever voor dit nieuwe gebouw? Dat is het Rijks... Ja, het opdrachtgever. Ja, nou, het is een ondoorzichtig proces geweest, dus deels begrijp ik de kritiek ook. Maar, als het iets handiger en als men iets minder bang was geweest, dan had men had het ook anders kunnen lopen, is nog steeds mijn idee. Maar de opdrachtgever is het Rijksvastgoedbedrijf. En nog belangrijker misschien is een van de belangrijkste punten uit het hele renovatieproject is het creëren van een nieuwe publieksentree. Daar op die plek waar al in 1920 dus huizen zijn gesloopt om die entree te creëren. Ja. Aanvankelijk was het idee om een mooie glazen pui te maken langs de plenaire zaal. Daar zou een representatieve entree komen. Dat is helaas afgeschoten omdat de Kamer dat er niet veilig genoeg achtte. Vervolgens is besloten om de entree ondergronds te maken met een tunnel. Eerst was nog sprake zelfs dat die ingang helemaal bij de passage zou zijn. Maar uiteindelijk heeft men dit voorgesteld. Een soort ondergrondse, ja, wat is het, een soort schelp waarbij je onder in de hofplaats kwam. Nog altijd vrij bescheiden. Maar ook dit plan is nu van tafel geveegd omdat men het eigenlijk te lastig en te gevaarlijk vond. Dus hoe het nu gaat worden met die publieksentree is nog zeer ongewis. En ik vrees ook een beetje dat we weer dezelfde kant op gaan als in de jaren 20. Dat we straks weer met lege handen achterblijven. Maar goed, dit wordt nog vervolgd. Goed, ik sluit af. Ik heb inmiddels ook lang genoeg gepraat, ruim 3 kwartier. Dus ik begin aan mijn zeer korte epiloog. Dit is een afbeelding die ik heb geleend van, ik geloof de NRC. Het was een illustratie bij een stuk waarin Kamerleden hun angst uiten over het verloop van de verbouwing en ook hun frustratie van hoe het proces ging. Deels kan ik daar helemaal in komen en dat brengt me ook bij de opmerking die net werd gemaakt. Het was een heel ondoorzichtig proces, het is nog steeds een ondoorzichtig proces. Het gaat natuurlijk om veel geld, om publieksgeld, daar moet goed en verantwoord mee om worden gegaan. Anderzijds vrees ik ook een beetje dat
het voortdurende gehamer, met name door de Tweede Kamer, op soberheid en doelmatigheid, uiteindelijk zal leiden tot een ontwerp dat misschien sober en doelmatig is, maar misschien ook wel somber en matig. En natuurlijk, we hoeven niet inderdaad paleizen neer te gaan zetten zoals ik die u heb getoond. Paleizen zoals die van de vader en zoon Lange. Of zoals Berlaag en Bremer dat voorstelden met wolkenkrabbers. Of zoals Rem Koolhaas dat voorstelde. Maar architectuur doet ertoe. Het is belangrijk. En schoonheid is ook belangrijk. Ik bedoel, een koning zonder kroon of zonder koets en zonder paleis is ook maar een gewoon mens. En zo is het ook een beetje met het parlement. Er moet ook een zekere betovering aan vastzitten. Het moet een representatief en waardig onderkomen hebben. En ik zou ook, ja, het is jammer dat er nu geen Kamerleden in de zaal zitten, maar ik zou ze toch willen oproepen van: veiligheid is belangrijk, functionaliteit is heel belangrijk, maar representativiteit is ook belangrijk. En schoonheid, esthetiek. Of in andere woorden, het gebruik van het Binnenhof is belangrijk, maar vergeet ook niet dat het altijd van belang is om naar het Binnenhof te kijken. Dank u wel. Voor Diederik. Oh, fantastisch, heel mooi. Dankjewel. Mag ik nog wel een vraagje? Ja hoor, er is een gelegenheid tot vragen. Absoluut. Nou, even toch, hè, want volgens mij de kern van de renovatie, het is eigenlijk, je hebt het over, het is eigenlijk de renovatie van het oude complex. Ja. Dat je de upgraden, de werkplekken, de vergadercentra, technische installaties. Volgens mij is dat nou de kern van wat er gebeurt. Ja. Klopt, en dat is ook iets wat voortdurend als argument wordt aangedragen. En terecht ook al, het is geen restauratie, het is geen nieuwbouw, het is enkel een renovatie. Ja. Maar het is natuurlijk wel, dit doen we nu en we doen het waarschijnlijk de komende 50 jaar niet. Dus je wil wel een Staten-Generaal of een kamergebouw neerzetten of een binnenhof neerzetten wat nog 50 jaar meegaat, tenminste. We leven nu toch in een tijd ook waarin democratie onder druk staat. Waarin autoritaire regimes overal weer de kop opsteken en parlementen het moeilijk hebben. Dus dat is wel een vraag die we denk ik moeten meenemen. Willen we het ook duurzaam maken? En de Kamer zit nu heel erg op veiligheid. Dus vandaar dat dat alles moet onder de grond en alles moet op afstand. En zeker, dat is heel belangrijk. We hebben ook gezien waar het toe kan leiden. Als men de veiligheid veronachtzaamt. Maar denk ook aan de uitstraling die het heeft. Hè. Ga niet in een bunker zitten. Maak van het hart van de democratie geen bunker. Dat zou ik. En dat vergeten ze toch wel eens. Kunt u die boodschap dan ook kwijt? U zit letterlijk dicht bij het vuur? Ja, nou, maar in zeer beperkte mate. Want daar wreekt zich ook weer die bestuursstructuur. Wij praten alleen met de architecten en die zijn het voortdurend met ons eens. En met de Rijksbouwmeester. Maar wij praten weer niet met de bewoners zelf. Dus dat is een. En dat gaat weer via het Rijksvastgoedbedrijf. Maar is het nog even een. Dus ja, gaat de Kamer heeft toch zelf ook heel erg aan openheid nog steeds. Ik bedoel, dus die twee moeten toch op een of andere manier dan met elkaar. Ja, en het is zoeken naar de juiste proportionaliteit. Maar die openheid staat wel erg onder druk. En ik weet niet of u twee weken geleden bij de lezing van Arjan Korteweg bent geweest. En die heeft ook al gesproken dat. Of verteld dat het nu voor journalisten bijvoorbeeld veel moeilijker is om toegang te krijgen tot Kamerleden. En het wordt toch steeds meer, ja, ik bedoel, in de mensen die de jaren 60, 70 nog hebben meegemaakt, of jaren 80, die wisten dat je overal kon binnenlopen en je kon zo het gebouw doorlopen. En dat is inmiddels al veel moeilijker geworden. Niet alleen voor bezoekers, maar dus ook voor journalisten. En je ziet toch dat steeds lastiger wordt. En natuurlijk vindt de Kamer openheid belangrijk, maar de fysieke openheid staat toch wel echt daar nog onder druk.
Je merkt nu al dat het idee was dat het in één keer dicht zou gaan. Je merkt nu al dat het gefaseerd dicht gaat. Dus algemene zaken zitten nog gewoon. Ik sluit ook niet uit dat het gefaseerd weer open gaat. En dat lijkt me eigenlijk wel wenselijk. Dus ik heb altijd gepleit voor gefaseerde sluiting en een gefaseerde opening. En je ziet dat nu wel gebeuren, denk ik. Dus dat is dan wel weer positief. U had nog een vraag. Nou, dat lag even op het bouwkundig ontwerp, want daar schrok ik eigenlijk van. Nou ja, schrikken. U zei ja, eigenlijk is die put, ik noem even die put voor, eigenlijk is dat van de baan. Ik denk ja, een bouwkundig ontwerp, dat heeft ook zo zijn tijd nodig om... Maar is dat inderdaad, is dat onduidelijk, laat ik zeggen, wat realiseren? Nou, voor een deel van de, voor deel van de Raad van State is het, dat is helemaal rond. Ja. Voor... Tweede Kamer is het op een heleboel, eigenlijk voor alle, voor koloniën en justitie en hotel, die delen ligt het helemaal vast, het ontwerp. Dus daar is het al definitief. Alleen voor die put is het nog onduidelijk. En ook voor de Eerste Kamer en Algemene Zaken ligt nog niks. Daar zit men nog in de voorlopige ontwerpfase. Nou, dat kan wel even duren dan. Ja. Ja. Ik wil bijvoorbeeld Diederik bedanken met zijn bevlogen pleidooi voor... ja, schoonheid en bevlogenheid. Er zitten een aantal collega's hier in de zaal. We kennen het Binnenhof heel goed, het oude Binnenhof. En juist die schoonheid en die bevlogenheid wilden we met deze manifestatie uitdragen. En dat is volgens mij goed gelukt. Dank voor uw komst en de bar is open.